Vele jaren geleden liep ik zelf de Vierdaagse en ik vond de tweede dag altijd wel heel erg pittig. Dat lag niet aan de dorpen, maar wel aan de lange stukken die soms wat saai waren ertussendoor. Wiegen herinner ik me wel als een één groot feest. Ben benieuwd of dat ook nog steeds zo is. We zijn er vandaag, Roze Woensdag in Wiegen. Goedemorgen, jullie zijn er al vroeg bij. Ja, ja, ja. Okay. Ja? Helemaal zin in vandaag. Ja, leuk, helemaal gezellig en lekkere muziek. Dus helemaal leuk. Ja, prachtig. Blijven jullie de hele dag hier de lopers aanmoedigen? Ja, nu op 3 denk ik. Ja. Tot de laatste zijn geweest. Ja, leuk. We lopen allemaal bekenden mee. Ja. Dus dan kunnen we dat een beetje zien en een beetje aanmoedigen. Ja, leuk. Ja, het is nu al super gezellig en zo vroeg. Mensen al aan het bier en aan de hamburgers. Ja, hij heeft het ook alleen op, maar... Is dat nou typisch Wiegen? Nou, dat weet ik niet hoor. En als de 5 in de klok zit, gaat het bier erin, hè? Ja. Maakt niet uit of dat 's middags of 's ochtends is. Nee, dat maakt niet uit. 5 van 9 is ook 5, hè? Ja. Mooi, heel erg veel plezier vandaag. Dankjewel. Geniet ervan. Ja, dankjewel. Jullie ook veel plezier. Het is al een dolle boel hier. Is dit nou typisch voor Wiegen? Nou ja, ik woon zelf nog maar een paar jaar in Wiegen, maar ik heb me er gewoon volledig aan overgegeven. Dus het is een mooie dag, mooi weer, het zonnetje komt zo door, alleen nog meer. Ja, gewoon go with the flow, hè? Absoluut. Lopen er nog bekenden mee? Nou, haar verloofde loopt mee. Kom er bij. Wat wil je ter aanmoediging tegen hem zeggen? Je kan het en wij staan niet te wachten met bier. Nou, dat lijkt me toch een goede motivatie om hier te komen, hè? Als dat niet helpt, dan weet ik het niet meer. Nee, ik ook niet. Heel veel plezier vandaag. Komt goed, dankjewel. Jullie ook. Dank je. Hallo, mag ik u misschien wat vragen? U staat... Goeiedag. Goeiedag. Goedemorgen. U staat vol enthousiasme te fotograferen. Ja. Wat maakt voor u de Vierdaagse zo leuk en interessant? Dat het altijd gezellig is. En alles één is. En dat ze ook... het kan hier nooit op. Het moet altijd leuker worden nog. Maar ik vind het zo wat prima. Hartstikke leuk, ja. Allemaal blije mensen. Precies, het is al heel vroeg heel gezellig hier. Heel gezellig, ja. Ja. Dus... Heeft u zelf al eens meegelopen? Nee, mijn zoon wel. En zijn vrouw ook. Aha. Ja, mijn vrouw en ik niet. Dat jullie zijn meer mooi. Van het supporteren. Ik had wel van tevoren al gepland om een keer gaan te lopen, er komt niks van. Dus ik kan dat wel beloven, voer ik niet uit. Nee. Ja. Maar goed, aanmoedigers zijn ook heel belangrijk, hè? Want dat maakt ook de Vierdaagse. Ja, zeker. Dat was één gezellige sfeer. Ja. Mijn zoon gaat altijd in de Vierdaagse altijd richting Nijmegen. En gaat hij daar zijn vertier zoeken. En dan gaat hij echt uit. Ja. Potje bier erbij. Ja. Dat vind je leuk. Ja, ik vind het ook leuk, ik ga niet meer. Ik zie me graag op de televisie. Ja. Nou, heel veel plezier vandaag. Dankjewel. Moedig ze aan. Dan gaat het weer een beetje blijven. En een beetje mooi weer. Ja. Gaat leuk. Bedankt hoor. Precies, bedankt. Jij hebt er plezier in. Ja, dat is leuk toch? Ja. Hé, je hebt er plezier in, hè? Ja, ik heb er heel veel plezier in. Leuk, jullie staan hier ieder jaar? Ja, dat klopt. Dit is het 20e jaar dat we hier staan. Voor wie staan jullie? Wij staan nu voor de... Hoe heet het? Ja, de wandelclub. De wandelschoen, Stichting de Wandelschoen. Ja. Ik moet er even aan denken, maar ik ben met mijn hoofd heel anders bezig. Ja, je bent bezig met dansen en zingen en springen. Ja, wij staan kei leuk. De Stichting de Wandelschoen. Maakt sfeer. We zijn met 60 mensen hier. En, ja, er zijn 48 lopers en de rest is een beetje de crew eromheen en wij staan iedere dag ergens anders. Ah, super. En ik probeer een beetje vermaak voor de mensen. Ik zie het. Ja. Keileuk. Ja. Dankjewel en we zien elkaar nog, hè. Ja, is goed hoor. Ja. Hallo Wiegen, gaat het? Prima, het stikt. Ja, u loopt even door, hè. Bent u snelhandelaar? Nee, geen snelhandelaar. Ik vind het plezierig om snel te wandelen. Oké, ik ben geen snel wandelaar. De temperatuur? Prima, maar het is benauwd. Ja. Het is vochtig weer. Hopelijk vochtigheid. Ja. Ja, klopt. Maar verder gaat het goed? Uitstekend. Ja. Veel plezier. Oké, dankjewel. Nijmegen. Wij komen uit Nijmegen. Wat zijn jullie voor een groep? Wij zijn een studentenweerbaarheid.
Oh. Wij studeren allemaal aan de universiteit en we zijn een ondervereniging van Krolus Magnus. En wij lopen hem elk jaar mee. Hebben jullie iets met de militairen dan? Ja, wij gedurende het hele jaar hebben wij programma's waar wij mee kunnen doen, georganiseerd door Defensie. Het is een beetje een liaison-programma tussen Defensie en hoogopgeleide studenten om elkaar in contact te brengen, als het ware. Ja. En dan zo de vierdaagse geven broedering. Dat is altijd het toppunt. Dat, en die wordt gedragen door het publiek. Zeker, zeker. Het is de thuiswedstrijd voor ons allemaal, dus we willen hem allemaal een keer lopen, minimaal. En wat is dan mooier dan dat samen met de leden van je vereniging doen? Ja, ja. Oh, kijk, nou gaan we ook nog onder doen. Loop maar gauw door en heel veel succes, hè. Yes, dank u wel. Fijne dag nog. Doei. Goedemorgen, Theo. Goedemorgen. Hoe gaat het lopen? Het lopen gaat maar heel makkelijk af. Voor al die lieve wandelaars. Nou, je ziet het, ik ben hartstikke vroeg. Het is nog geen eens 9 uur. Dus, hoe was het dat straks rond 6 uur toen die verschrikkelijke hoeveelheid water naar beneden kwam? Die regenbui. Wanneer was dat? Rond 6 uur vanochtend. Nee. Je bent droog gebleven. Ja, ja, bijna niks tegenkomen. Heel zachtjes vlak voor Alverna. Dus nee, gaat prima. Hoe denk je dat de rest van de dag voor jou gaat verlopen? Oh, makkelijk, ik moet kalm maar aandoen, want anders kom ik veel te vroeg. En als je voor 12 uur binnenkomt, dan moet je wachten tot 12 uur is. Dan heb ik zo'n hekel aan. Oh, als ze dat nou eens veranderen, dat je gewoon lekker door kan lopen. En dan afmelden wanneer je aankomt. Dus. Waarom is dat? Weet je dat? Dat je niet... Ja, dat er niet te hard gelopen gaat worden. Anders beginnen de mensen te racen. Want er is niet voor niks ook die safety car. Ja. Die is er ook voor om niet de grote verschillen te krijgen. Het is een wandelmars, kun je race. Met die hele magic bar. Dus. Waarom? Ben je nou zo fit omdat je ook zelf nog short trekt of niet? Ja, short track is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dat is de basis voor de vierdaagse. Ik kan het iedereen aanraden. Short track, short track. Onthoud short track. Onthoud short track. Er is een hartstikke mooi short track team hier in Nijmegen, hè? Ja, ja, in het Riavium. Iedere winter weer vanaf september tot maart. Dan draaien we onze snelle rondjes, handje aan het ijs, nog iets maken. En zijn er andere NSV-lopers? Oh, niet dat ik weet. Niet dat ik weet. Ja, ik loop helemaal incognito hier, joh. Ja, maar ik heb je wel herkend. Ja, ja, ik jou ook. Ja. Heb je een boodschap voor de kijkers? Doe ook een keer mee. Ook al twijfel je, train eventjes een paar kilometer. Ongeveer 100 kilometer of zo. En probeer het dan. 30 kilometer is toch wel het minste wat je kan doen. Hoeveel loop je, Theo? Nee, nou 40. Ik had vorig jaar nog 50 gedaan. Maar ja, dan moet ik veel te lang voor trainen. Dus daar heb ik geen zin meer in. Nou, misschien heb je mij nu geenthousiasmeerd. Ik wens je veel succes en rustig aan. Nou, wat het enthousiasmeren betreft, ik zie het dan volgend jaar wel. Of zoals Leon zou zeggen, die hende in die huie. Hey, en hoe gaat het hier? Het gaat hier heel goed, heel gezellig. Ben je er al lang? Ja, wij waren er om 7:45 vanmorgen. Ja. Blijf de hele dag de lopers aanmoedigen. Ja, ja, dat is wel het plan. Ja, mijn zusje woont hier, dus we hebben ook gewoon lekker een plekje op de eerste rij. Precies, voor alle wandelaars die even rust nodig hebben of voor speciale mensen die jullie kennen? Ja, er komen een paar mensen komen ook zo meteen lekker in pauze houden, maar we delen ook gewoon voor iedereen druiven uit en zo. Dus ja, iedereen kan lekker even aankomen waaien. En zelf niet een beetje de kriebels om ook een keer mee te lopen? Ja, ja, is wel de bedoeling, maar het is alleen nog nooit gebeurd. Echt doen, is geweldig. Daar kom ik nu ook wel achter. Ik denk van, oh, waarom heb ik het nooit gedaan? Want ik ben er meer opgegroeid, maar nooit zelf meegelopen. Ja. Ja. Nou, heel veel plezier vandaag nog. Dankjewel. En succes met de wandeling zelf een keer. Ja, thanks. Dat is helemaal goed. U staat al lekker in de soep te roeren. Wat is het voor soep? Groentesoep.
echte groentesoep met soepballetjes. En de mensen die vinden het allemaal lekker, dus dat is het voornaamste. Dat geeft de lopers weer extra kracht. Precies, ja, dat niet alleen, maar er zit ook zout in, hè. En dat hebben ze ook nodig tijdens wandelen. Af en toe zie je wel eens een lopen die helemaal scheef loopt. En onze EHBO'ers die zeggen dan, ja, die heeft alleen gedronken vandaag, maar geen zout gehad. Ja, precies. Ja. Ja. Dus alle lopers die we daar straks heel fit zien lopen, daar kunnen we van concluderen, die hebben uw soep gehad. Nou, dat denk ik niet hoor, niet allemaal. Dat zijn hoofdzakelijk mensen die lid zijn van deze stichting, hè? Wandelsport Dordrecht. Die hier langs komen. Af en toe ook wel iemand die geen lid is. Maar de meesten zijn lid van die wandelsportvereniging. Ja, dus u kunt wel de nodige klandizie verwachten vandaag. Ja, ik heb begrepen dat er ongeveer 300 meelopen. Dus, en we staan 4 dagen gewoon op de post. Dus gisteren hebben we ook al behoorlijk, bijna 200 koppen soep verkocht. Dus dat gaat goed. Mooi. Heel veel succes verder vandaag. Ja, dankjewel. Jullie ook. Veel plezier vandaag. Langzaamaan wordt het steeds drukker hier in Wijchen. Zagen we in het begin alleen nog de militairen. Nu hebben zich daar de 40 kilometer lopers ook aan toegevoegd. En het is één groot feest. Fotograaf, vierdaagse fotograaf. Mooie plaatjes geschoten? Nu al, maar er komt nog veel meer. Ja, bepaalde dingen in gedachten die vastgelegd moeten worden? Nou, ik vind de hele sfeer vind ik prachtig hier. En ik probeer de Wijchense lopers eruit te halen, want die herken ik wel. Maar het maakt eigenlijk niet uit. Alles is mooi, alles is leuk. En ik heb respect voor de mensen die hier lopen. Echt. Ja, dat is, het is een fantastisch evenement. En ja. Het is mooi om dat vast te kunnen leggen in beelden. Ja. Springt er iets voor u uit wat u vast wil leggen? Sorry? Springt er iets voor u uit wat u vast wil leggen? Nee, niet echt. Ik wil de hele sfeer wel een kant leggen. En ik zie hier een prikpost. Ja, ik vind het prachtig dat ze dat doen. En het zijn allemaal vrijwilligers. En Hey, verzorgingspost van de provincie Gelderland. Hoe loopt het? Nou, het is nu nog rustig. Maar we hopen. We hebben de eerste klant binnen. Dus voor ons is het fijn als er meer komen om te masseren. Is het alleen voor medewerkers van de provincie of ook voor wandelaars die het moeilijk hebben? Ja, als wandelaars langskomen die het moeilijk hebben en het nodig hebben, dan kom maar. Graag. Dan, het geeft ons wat te doen, maar we zijn ook blij om mensen gewoon dan weer verder op weg te helpen. Ja. Dus je staat elke dag ergens langs de route? Ja, gisteren in Elst, vandaag hier, morgen in Groesbeek, naast het gemeentehuis. Dus het is goed om te weten. En ik geloof de vrijdag op Malden ergens daar in de buurt, maar dat weet ik niet precies. Maar geeft vast een hoop voldoening als iemand moeilijk lopend aankomt en die kun je dan helpen. Ja, nee, dat is heel fijn. Ja, als je ze dan weer een beetje kwieken als je het weglopen, dan ja, is mooi om te zien. Super, ga zo door. En veel plezier nog deze week. Dankjewel, jullie ook. Een heel bijzondere toeschouwer hier. Wat vindt hij er allemaal van? Ja, net 1 jaar oud en hij doet het goed. Ja. Ze neemt het allemaal goed op, want het is toch allemaal nieuwe indrukken en alles. Maar het gaat goed. Mooi. Loopt er ook een bekende mee? Ja, wij supporteren twee mensen. Een neefje en een nichtje van ons. Dus die zijn over een half uurtje zijn ze hier. En dan hebben ze hier de pauze. En dan krijgen ze een poot van de hond. Absoluut. Hoe heet hij eigenlijk? Dat is Loesje. Loesje? Dat is een meisje. Ja. Ja. Nou, succes Loesje met het supporteren. Dankjewel. Goedemorgen meneer Sakkers, hoe is het met u? Het is met mij uitstekend. Ik voel mij goed. Ik voel me vrolijk. En de wandelaars geven daar ook alle aanleiding toe hier in Wijchen. Ja. Het is wel zo hè, dat het natuurlijk prachtig weer is, want het is nog wel wandelweer. Hè. Vandaag zeker nog, maar van de week? Ja, er zijn wel redenen om op vrijdag met name even te letten op de weersverwachting die we met name voor de middag krijgen. Daar hebben we nog wel overleg over en we hebben een weeradviesteam dat heel goed monitort. Dus we gaan dat goed in de gaten houden. Ja. Calamiteiten, zijn die er? Gelukkig zijn er geen calamiteiten. En laat ik de avond niet prijzen voordat het avond is. Maar tot op heden kan ik echt tegen jullie zeggen, het verloopt incidentloos. Eén groot feest.
Het is voor de wandelaars in ieder geval één groot feest. En ik hoop voor al het publiek hier in Wijchen en in de regio dat het hetzelfde feest ook is. Zijn er veel uitvallers geweest gisteren? Er zijn ruim 800 uitvallers geweest op de eerste dag. Ja, dat is wel veel, moet ik zeggen. Zeker omdat wij vinden dat het echt wel prettig wandelweer is. Het is best wel een beetje koel, een windje. En dan is ruim 800 uitvallers op dag 1 is best wel veel, ja. Zouden er veel ongetrainde mensen meelopen, denkt u? Ja, ik weet het niet, maar ongetwijfeld zullen die ertussen zitten, zoals ieder jaar trouwens. En ja, dan blijkt toch dat de Vierdaagse geen, hoe zeg je dat, appeltje-eitje is. Nee. Het is een hele klus, laten we dat duidelijk in zijn. En zeker als je 40, 50 loopt. Ja, absoluut. En degene die ervaring hebben, die vrezen ook een beetje voor dag 2, de dag van Wijchen. Omdat die traditioneel ook de meeste uitvallers te zien laat geven. En ja, dat weten we om ongeveer 6 uur vanavond, ja. Hoeveel dat er zijn. De 40 kilometers en de 50 kilometer wandelaars, lopen die dan nog een paar kilometer meer op de dag van Wijchen? Want daar wordt altijd van alles verteld. Maar... Ja, het lukt ons natuurlijk niet op de millimeter nauwkeurig die afstanden af te meten. En er zijn dagen dat op sommige afstanden, en vandaag is dat op de 30 kilometer, dat wel iets meer is. Dat compenseren we dan wel, met name op dag 4, want dan lopen ze wel iets minder dan 30 kilometer. Ja, ga ik nog iets flauws vragen. Van de week was er een ongeluk gebeurd op de brug in Ravenstein. En waardoor mensen, dus die hier de Vierdaagse mee wilden lopen, niet op tijd waren om het kaartje op te halen. Ik vond dat zo sneu, want wij hebben gezien dat er een ongeluk is gebeurd, want wij wonen aan de 50. Wat vindt u daar nou van? Ja, we hebben daar eigenlijk wel een regel voor. Namelijk als mensen kunnen aantonen dat ze door overmacht niet in staat zijn geweest om op tijd te komen, dan kunnen wij een coulance betrachten. Ik weet van deze concrete situatie te weinig vanaf waarom dat daar niet gebeurd is. Maar normaal gesproken beoordeelt de verantwoordelijke functionaris of er sprake is van overmacht of niet. Ik kan me daar voorstellen, want er moet een lijn zijn, zo simpel is het. Maar een ongeluk, ja, daar kun je niet overheen vliegen. Nee, van de andere kant moet ik daar wel zeggen, even los van deze concrete situatie. Mensen hebben op zondag en maandag 2 dagen de tijd. En dan vind ik het zelf niet altijd verstandig om dan maar op het allerlaatste te mikken. Want je kunt natuurlijk altijd met een file of een onverwacht ongeluk te maken krijgen. Even los van deze concrete situatie, daar weet ik te weinig van. Nee, oké. Het was ook maar iets wat wij gezien hebben en wat je dan leest in de krant en dat ik dat zo sneu vind. Hè? Ja, ik kan me dat ook wel voorstellen. Maar nogmaals, ik weet daar te weinig van om te kunnen zeggen of dat nou terecht of niet terecht geweest is. Maar het is zuur, het is best zuur voor die mensen. Wat geeft de dag van vandaag voor u nog meer? Nou ja, naast dat ik hier echt sta te genieten in Wijchen, dwingt mijn plicht om dadelijk mij te verplaatsen naar Beuningen. Want ook daar zijn de inwoners van Beuningen in afwachting van de Vierdaagse door Beuningen. Dus daar ga ik straks naartoe. En dan naar de wedren? Ja, dan ga ik naar de wedren. Of eerst nog, nee, denk door de, hoe heet het? Waar de roze maandag, roze woensdag eigenlijk is ontstaan. Ja, maar dat laat mijn agenda niet toe. Okay. Wij moeten nog gaan overleggen over allerlei zaken die met de organisatie te maken hebben. En ik heb natuurlijk niet alleen representatieve verplichtingen, ik heb ook nog andere verplichtingen natuurlijk. Ja. Mevrouw de burgemeester, goedemorgen. Hoe is het vandaag? Nou, het is één groot feest die natuurlijk gisteravond begonnen is met Vierdaagse Orkest. Dat was al één groot feest. Mooie aftrap. En mensen zijn aan het genieten, aan het wandelen en feestvieren. U hebt een prachtig gezelschap hier achter u. Ja, het is een veel gasten en uit de hele regio. Maar ook tegen vandaag even bijzonder de burgemeester uit Apeldoorn. Voor oud-wethouder Nick Derk, speciaal hier. En een aantal andere burgemeesters. Dus erg gezellig. En ook wat heel bijzonder is, we hebben voor het eerst de tent ook toegankelijk. Dus de mensen van ons gehandicaptengroep zijn er ook. U geniet zelf ook? Ja, ik geniet enorm. Ja. Wat brengt de dag van vandaag nog meer? Nou, vandaag is echt wandelen en we gaan ook nog even afsluiten met alle mensen die het hebben helpen opbouwen hier. Zodat we hier ook kunnen staan. En de rest van de week gaan we langs bij de andere gemeenten totdat we vrijdag bij de Via Gladiola zijn natuurlijk. Dus u gaat naar Groesbeek, u gaat naar Nijmegen. We gaan overal langs, samen met de wethouders. Ja, oh, ja. Dat is toch geweldig. Hebt u een speciaal vervoer? Mijn eigen, of mijn fiets, of mijn auto. Dat is ook helemaal mooi, hè? Dat u zelf uw eigen weg kunt gaan. Ja, ik kan helemaal mijn eigen pad bepalen. Ja. De mensen die hier langskomen wandelen, ja, ze genieten natuurlijk allemaal. En het weer is nog redelijk goed.
de achterkant hier, dat stoort mij een beetje, het gemeentehuis. Ja, dat hebben we afgebroken, maar daar komt er iets prachtigs voor terug. We hebben het mooi aangekleed met graffiti gemaakt hier tijdens een kunstweekend door de inwoners zelf. Dat is dus gewoon een feestje. Het is even wat het is. En de komende jaren zullen we er even aan moeten wennen. Totdat er prachtige woningen staan die we hard nodig hebben. Die hebben we heel hard nodig. Dank u wel en geniet vandaag. U ook. Dank en iedereen die kijkt, heel veel plezier met de komende dagen van de Vierdaagse. Dank u wel. Hey dames, goedemorgen allemaal, alle drie. Hoe gaat-ie? Heel goed, heel goed. We lopen lekker. Ja? Ja, zeker. En gezellig met elkaar. Ja, heel gezellig. We vallen elkaar goed aan en we hebben lol, genieten echt. Ja. En hoe is het met jullie benen? Ja, gaat heel goed. Ja? Ja, waar ik vooraf wat klachten had en met de fysiotherapeut getraind heb, heb ik nu nergens meer last van. En jij hebt ook nog iets gedaan, extra's? Iets extra's? Ja, van de benen trainen. Of ja, de ja, ja, massage, blaren prikken, hoort erbij, hè? Ja. Toch wel blaren? Helaas, helaas. Ja. En u? Nee, en... geen blaren, niks extra's gedaan, alleen naar huis fietsen en weer hierheen fietsen. Ja. Naar de start. En een gezellige boterham eten samen, of hebben jullie al pauze gehad? Wij hebben net pauze gehad en wij pakken in Beuningen weer pauze. Oké. Okay. Dus dit is gewoon even lekker genieten en Nou hoorde ik dat er... Echt leuk in Wijchen, by the way. Ja. Super sfeertje. Nou hoorde ik dat er ergens een doedelzakspeler op jullie staat te wachten. Ja, en daar hebben wij dus pauze. Oh, dat is natuurlijk ook geweldig, hè, om zo verwelkomd te worden door een doedelzakspeler. Ja, dat maak je niet vaak mee. Nee, nee. Michel. Hi Michel, ik ben ook Michelle. Michel, ik zie dat je je sokken en je schoenen uit hebt. Gaat dat wel goed? Natuurlijk gaat dat goed. Even drogen. Nieuw paar sokken aan. En voor de tweede helft, hè? Zat je vanochtend in die vreselijke regenbui dat je zegt dat je je sokken moet drogen? Nee, maar gewoon door het lopen. Een beetje zweten. Krijg je natte sokken. Ik dan. Loop je alleen? Nee, ik loop hier met mijn vrouw en mijn zware en mijn schoonzus. Voor de hoeveelste keer? Voor mij pas de tweede keer. En hoe voelt het? Hoe gaat het? Nee, hartstikke goed. Ja? Hartstikke goed, hoop plezier. Veel volk, dus hartstikke leuke dagen zo. De dag van Wijchen en hier de Magic Mile, is wel een bijzonder gevoel of? Allemaal, alle dagen zijn een bijzonder gevoel, ja. Heb je je persoonlijke hoogtepunt tijdens de Vierdaagse? Alles, nee, alles. Alles leuk. De hele dag gewoon lekker ontspannen, lekker hobbelen, lekker om je heen kijken. En dan straks, dan laat je je paard naar achter en dan moet jij terug naar Kamp Heumensoord. Nee, nee, wij slapen thuis. Maar ik loop hem individueel mee. Okay. Dus we slapen gewoon lekker thuis. Ja. En zeg je volgend jaar weer? Dat hangt een beetje van het werk af. Hoe bedoel je dat? Ja, of het werk het allemaal toelaat en of ik de tijd heb. Dus dat. Ik dacht altijd dat de fancy lopers faciliteerden voor de Vierdaagse. Ja, dat kan, maar het hangt nog steeds wel van mijn eigen werk af. Wat doe je precies? Ik ben een specialist op werk op hoogte. Dus ik heb een apart baantje, zeg maar. Dus ik ben mijn specialist, maar probeer ik heel de fancy uit te leggen. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ik zie Korps Mariniers. Ja, dat klopt. Ik doe het vanuit Korps Mariniers, de marine. Daar zit ik bij. Dus ik werk voornamelijk voor het Joint Kenniscentrum. Mariniers onder extreme omstandigheden, JKC MOX. En dat is het enige paarse kenniscentrum wat dus, zeg maar, Defensie helemaal bedient. Ja. Vandaar dat het misschien niet 1, 2, 3 mogelijk is om jou altijd vrij te maken. Ja, precies. Precies. Nou ga je zo meteen je sokken en je schoenen weer aandoen. Ja. Ik zie daar wel een linker grote teen. Die ziet er niet zo happy uit. Nee, dat is ook een beetje een verrassing voor mij. Dus in één keer daar heb ik helemaal geen last van gehad, normaal gesproken. Dus nu, maar ik heb er geen last van. Dus we gewoon lopen lekker door. Ik hoop dat je de Vierdaagse goed doorloopt en dat je ook vrijdag aan de finish komt. Ja, dat gaan we zeker, hè? Dat gaan we zeker doen. Michel, heel veel succes. Ja, Michel en jij ook. Dank je. Top. Hoi, Prins Carnaval. Gisteren was je ook al op televisie, ja. Weet je nog? Ja. Hoe gaat het vandaag? Ja, wel goed. Ja? Wel veel last. Maar... Waar heb je last? Mijn voeten. Ai, ai, ai. Ja.
Heb je al een massage gehad of je voeten laten nakijken? Ja, mijn vader die had thuis zo'n nat badje met massage klaargemaakt en die ging dan helemaal trillen. Maar je moet nog wel een eindje nu. Ja, op 20 kilometer in Beuningen. Ja. Daar staan mijn vader en mijn tante en zo. En ik denk dat ik daar weer een oppepper krijg en dan ga ik er gewoon voor. Nou, Beuningen is niet meer zo ver. Nee. Ja, dat haal ik ook wel en dan lukt het ook wel. Dus ik heb er nog wel vertrouwen in. Dan hebben wij er ook vertrouwen in. Dan wens ik je heel veel succes en op naar Beuningen. Op naar Beuningen. En daarna op naar de wedren. Precies. Laatste vraag nog even. Hoe heet je? Jorne. Jorne, wil je ook nog even de groetjes doen aan iemand? Papa, dankjewel voor alle steun die je me hebt gegeven. En je interesse. Jorne, succes. Zet hem op. Dankjewel. High five. Nou. En, is het gezellig? Heel gezellig. Ja, de sfeer zit er goed in. Goed weer voor de lopers. Komt helemaal goed vandaag. Loopt er een bijzonder iemand voor je mee die je aanmoedigt? Nee, ik moedig iedereen aan. Ze hebben het allemaal nodig. Ja, dat is mooi hè, die verbinding. Ik sta hier maar zij doen het. Heel goed. Precies. Ja, precies. Dus. Super, heel veel plezier. Dankjewel, jullie succes. Proost, hè. Hallo. Hallo, hoe gaat het? Ja, lekker, prima. En vooral in de steden en de dorpen, dan hou je eigen weer pepje weer op. Krijg je weer energie van. Voor de hoeveelste keer loopt u? Achtste keer. Dus u weet wat het is? Ja, de ups en de downs weet ik. Ja. Wat vindt u van de tweede dag? Voor veel mensen is het de zwaarste dag. Vorig jaar was het voor mij de zwaarste. Maar ik vind de derde dag met die heuveltjes vind ik zwaarder. Ja, dat was. Heeft u nog blaren gelopen of valt het mee? Nee, ik word heel goed verzorgd thuis. Oké, wat is het geheim dan? Intapen, preventief intapen. Ja. En laten masseren, dat is het beste. Ja, dat is altijd lekker. Ja, zeker. Hey, heel veel succes, zet hem op. Ja, dankjewel. Jij ook, fijne dag. Komt u even voor een kort interview? Zeker. Kan dat? Even kort. Ja. Meneer, hoe loopt u? 40 kilometer gaat goed. Ja. Ja? Normaal gesproken kan ik de 30, maar dat is niet zo gezellig als op de 40. Is dat zo? Want dit jaar zijn ook die starttijden een beetje aangepast. Ja, maar dat is het niet. Hè. Bij de 40 kom je in Kuik en de 30 niet. Dus vandaar dat ik nu de 40 loop. Is dan Kuik en de pontonbrug voor u zeer speciaal? Ja. Waarom? Dat is toch ook weer een mijlpaal. Hè, want dan kom je toch weer dichter bij de finish aan. Voor de hoeveelste keer loopt u? 25. Zo, gefeliciteerd. Dank u. Ja. Hoe denkt u dat de rest van de vierdaags voor u gaat lopen? Voelt u zich nog fit? Ja, prima. Gaat goed. Veel getraind, dus dat gaat allemaal goed komen. U ziet er ook nog fit uit, al zeg ik het. Heeft u nog iets te zeggen voor mensen die thuis zitten te kijken en denken, hey? Nou, ik zou zeggen het allerbeste en we zien elkaar gauw weer. Loopt goed. Dank u wel. Goedemorgen of goedemiddag, meneer. Goedemorgen. Gaat het een beetje? Ja, het gaat heerlijk. Ja? Ik meende u een beetje te zien strompelen. Geen idee, ik heb het niet opgelet. Geen blaren? Geen blaren. Wat vindt u van de Magic Mile hier in Wijchen? De wat? De Magic Mile. Wat is dat? De magische mijl. Dit stuk noemt de gemeente Wijchen het magische gedeelte van de Vierdaagse, van de Roze Woensdag. Alleen vandaag zeker? Ja. Ja, is wel leuk. Hartstikke leuk. Voor de hoeveelste keer loopt u? Het is 32. Zo ongelooflijk. Nou ja, ongelooflijk. Het is echt zo. Er zijn twee coronajaren bij. Die heb ik ook gelopen. Dus officieel is nummer 30. Heeft u dat toen zelfstandig gelopen? Uiteraard. Dan bent u wel een soort diehard, of niet? Ja, ik vind het wel leuk, ja. Wat is er nou voor u zo speciaal? Hoog leeglopen. Gezond blijven. Blijven bewegen. En het samen zijn met 47.000 andere mensen. Want u loopt dus wel alleen?
ik ken een heleboel mensen die overal lopen in Europa. En dus ik loop eigenlijk niet alleen, maar ik ben hier wel op eigen gelegenheid. Nou, ik hoop dat u de finish gaat halen, maar dat hoor ik al. Als je 32 keer hebt gelopen, dan gaat u dat op uw sokken halen, of niet? Nee hoor, ik hou mijn schoenen aan. Ik zeg ieder jaar, we zien het wel. Dat kan altijd nog gebeuren. Maar een beetje positief blijven, dan dat gaat wel lukken, ja. U ziet niet op tegen morgen en de zeven heuvelen loop, want dat hoor ik wel van veel mensen. Nee. Zeven heuvelweg, die ben je over, dan heb je al een paar heuveltjes gehad, hè? Dus dat stelt niks voor. Nou, dan zou ik zeggen, loop verder, lekker verder en heel veel succes. Hartstikke bedankt. Veel wandelplezier. En jullie fijne dag verder, hè? Dank u wel. Tot zo. Doeg. Sta je nu op iemand te wachten? Ik sta op iemand te wachten en daarom sta ik dus hier met een paraplu, zodat zij mij herkennen. Want ik kan ze niet herkennen. Dat is moeilijk, hè, om zo uit de groep mensen te staan. Ja, en als vierdaagse bewaarder, ik heb een taak. Ik moet een beetje op ze letten. Oké. En ik heb van alles hierin hangen. Wat heb je in de mandjes? Ja, ik heb in de mandjes gewoon lekkers. Een beetje zout en een beetje zoet en een beetje wel lekkers. En een zakdoekje om te huilen en een pleistertje en een paracetamolletje. En heel veel liefde, zie je het? Ja. Heel veel liefde om te geven. Ja. En daar sta ik hier te doen. En op wie wacht je nu? Ik wacht nou nog op Tini. Daar sta ik ieder jaar voor. Is dat een vriendin? Tini is een vriendin. En daar sta ik ieder jaar voor in de rij. De andere heb ik gelukkig allemaal al gezien, dus daar ben ik echt super blij om. Ja, en het blijft gewoon een feest. Het blijft gewoon een feest. Dat is Vierdaagse. Dat is Vierdaagse. Samen het maken. En dat doe je ook als toeschouwer. Hè? Het is zo leuk om te zien hoe je de glimlach op mensen de gezicht kunt toveren. Zo leuk. Maar uw glimlach is ook leuk. Oh ja, heerlijk. Ik doe het ook zo graag. Ik doe het zo graag. Echt. Ja. Nou, wel fijne meestanders hoor, want zij zorgen ervoor dat ik hier kan staan. Ja, dat zijn mijn medestanders. Dankjewel. Dankzij hun mag ik hier altijd staan. Ja. Hey, heb je veel werk met zo'n paraplu te maken? Nee, zij heeft het helemaal zelf gemaakt, maar het is geweldig. Ja, we staan hier, tenminste ik sta hier voor het derde jaar. En zij volgens mij de 15e jaar, maar ja, het is altijd een feest. Jaar ook geïnterviewd. Ja, geweldig. Ja. Mooi, ja, het is mooi. Eén grandioos feest. Ja, ja, dat is het, hè? Eén mooi sfeertje. Ja. Ja. Maar zou je niet een keer mee willen lopen? Ik heb hem als militair meegelopen, dus ik weet wat het is. Maar het blijft kriebelen. Ja. Ja, dus waarschijnlijk volgend jaar, samen met mijn broer. Maar hij wil wel de uitdaging aan. Ga ik je weer interviewen? Gaan we doen. Afgesproken. Dank. Mooi. U loopt zeker dementie. Dat klopt. Hebt u iemand in de familie die dat heeft? Ja, mijn moeder heeft dementie en zit sinds dit voorjaar in een verzorgingshuis. Het is heel snel gegaan en dat is dan echt schrikbarend wat dat met een mens doet. Is ze nog op leeftijd of is ze nog vrij jong? Nee, mijn moeder is 82, dus dat past in principe wel bij haar leeftijd. Maar van de andere kant, het maakt niet uit hoe oud iemand is. Het is mensonterend wat je op dat moment overkomt. Ja. En hoe zijn jullie als kinderen gaan daarmee om? We proberen als mantelzorger er voor mijn moeder te zijn. Ze zit weliswaar in een verpleegtehuis, maar proberen mijn moeder ze toch zo vaak mogelijk op te halen. En er met leuke dingen met haar te blijven doen. Zeker nu dat nog kan. En ze dat nog bewust meemaakt. Dus dat proberen we als kinderen een beetje te organiseren. Dus de herkenning is er nog wel? Ja, ze herkent ons nog wel en de kleinkinderen nog. Maar heel veel vrienden op foto's en dat soort dingen kan ze eigenlijk al niet meer reproduceren. En zeker dingen, de korte termijn geheugen begint al behoorlijk slecht te worden. Ja, moeilijk hè? Dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk om te zien. En het doet je af en toe ook realiseren dat je eigenlijk op dit moment al afscheid aan het nemen bent. Ja, het is zachtjes aan terug uit hè? Ja, 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 dat gaat met hele kleine stapjes, maar wel heel gestaag en het gaat gewoon door. U loopt tegen dementie. Is daar ook nog een financiële sponsoring voor? Ja, zeker. De teller staat op dit moment op meer dan 1800 euro. Ja, echt ongelooflijk wat vrienden, bekenden, familie allemaal heeft gedoneerd. Dat is echt ongelooflijk. Ik ga er nog wel even aan trekken, want ik hoop toch die 2000 euro nog voor het einde van deze Vierdaagse te halen. Dat zal wel heel mooi zijn. Ja, nou, dat lukt u wel hoor. Dankjewel. En u bent de ondersteuning van de Koninklijke Marechaussee? En marine. Ik loop voor de marine. Oh, je bent voor de marine. Ja, ja. En hoe vindt u? En ik steun de dames. En u steunt de dames. Ja, dat had ik inmiddels al wel begrepen. Ja, ja, ja. Maar de benen, hoe zijn de benen? Ja, prima hoor. Ja, lopen lekker. Ja. Nog geen massage gehad? Nee,
Nee, dat doen wij niet. Daar wachten we nog steeds op, maar dan een ja geboden gekregen. Nee. Misschien vanavond. Door, door wat, hè? Oh, ja. Allebei één been. Echt waar? Gaat het zo dan? Ja. Oké. Okay. Ja. Kan u duidelijk? Ja, we niet te kijken. Maar loopt u met een bataljon? Of, nee, ik loop individueel met de dames. Met de dames. Ja. Maar kan dat zo, of omdat u in uniform bent? Met een collega. Ja, mijn collega loopt verderop nog. Maar nee, ik mag individueel opgeven als militair of in peloton. Okay. En ik loop liever individueel. Ja, waar komt u vandaan? Helmond. Helmond. Alle drie in Nijmegen. Dus jullie slapen ook hier in de buurt? Wij slapen met moeder. Ja. Oh, ja. Wat een luxe toch allemaal, hè? Ja. En een luxe om met zo mooi weer te mogen wandelen. Zeker. Ja, doe je best en we zien elkaar vrijdag weer. Is goed. In Malden. Dankjewel, hè? Ja, Malden. Ja. Tot in Malden. Tot in Malden, hè? Ja. Ja. Kom, dames. Wat ziet u er mooi uit? Mooi, hè? Ja, kom eens. Hoe komt u bij zo'n mooi shirt? Dat is van mijn dochter. Heeft die voor u gemaakt? Die heeft een bedrijf die dat doet. Ja, die heeft 7 drukken. Ja, en dan is het als vader makkelijk om te zeggen, ik wil graag zo'n shirt. Wat zeg je? Dan is het als vader makkelijk, ik wil zo'n shirt. Ja, zeker. Ja, ja. Maar hoe komt u op het motief, of heeft dat ook uw dochter? Allemaal verzinsels. Ja. Ja. U loopt, hè, 40? Nee, ik loop er 30. Ja? Ik ben ver genoeg. En gaat het goed? Een kaartje van mij hebben? Ja, is heel goed. Daar kun je het op zoeken, op internet. Wie weet, kan ik ook nog zo'n mooi shorts. Van alles op. Ja? Oké. Okay. Dankjewel, hè. Ja. En wat fijn. Ja, dankjewel. Ja, het is bijna 12 uur. Wij gaan hier zakjes aan opbreken vanuit Wijchen. Het is nog maar supergezellig. Er zijn nog veel wandelaars. En die lopen allemaal naar Beuningen. Dus RN7, verbindt u dadelijk door met Beuningen. Veel succes, wandelaars. En veel succes. Beuningen en luisteraars en kijkers, bedankt.